Weet je waar dit op lijkt? Dit lijkt op die Betty Spaghetti, weet je wel? Die popjes had je vroeger. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull and twist mommy long legs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. Volgens mij heb ik die ook gehad. Playtime Co. Mommy long legs. Mommy long legs. Oh ja, happy Mother's Day, jongens. Oh, zij mag wel komen hoor. Hier, dat is Poppy. Wake up. Hij is weer aan het laden. Oh. Oké, we laden in. Wow, wow. We zijn chapter 2, we zijn gebleven waar we gisteren zijn geëindigd. We hebben Huggy verslagen, of tenminste Huggy was naar beneden gevallen. En uiteindelijk zat Poppy hierin. En die is dus nu weg. Ik weet niet of ik echt wat kan doen. Moet ik nu weer teruglopen? Kan ik deze deur... Oh, dat zijn boeken. Daar kan ik dus niks mee. Ik dacht ook echt dat er wat was. Oh, hier kan je nu opeens wel langs. Een rode deur is al aan het einde van de hal. Weet wel dat... Oké, het is in ieder geval die kant op. Elliot Ludwig, was dat niet de maker van de toys? Ik check eerst even voor, jongens. Oké. Ik weet niet of ik dat kan pakken, though. Oh, dat is die dinosaurus-toy die net op de muur stond. Je kan springen, alleen niet ver. Het is ook niet een greppel, het zijn gewoon lange armen die je kan gebruiken. Oh god. Oké, we moeten daarop klikken. Ik denk alleen dat er een addertje onder het gras zit. Misschien even de deur vrijmaken eerst. Does anyone need a hug? Het klinkt een beetje als... Ziet er daar ook bloederig? Gaat er ook bloederig naartoe? Klinkt een beetje als Goofy, jongens. Ik ga eens even kijken wat hier precies is. Kijk, ik heb een sleutel. Misschien is dit de sleutel van die kamer. Waar we net waren. Ik weet niet hoe... Oh god. Oké, dit ziet er dan wel weer iets gezelliger uit. Tekening van Huggy. Liggen hier allemaal tekeningen. Ik weet niet wat erachter ligt, maar het ziet er een beetje raar uit. Hier, dat is Poppy. Dit zijn dus allemaal tekeningen. Dit zijn dus al die toys, zeg maar. Oeh. Wie is dat? Kussy? Kissy? Missy of Kissy? Ik heb geen idee, maar er is dus nog eentje in het roze. Hier is in ieder geval een videoband die we hebben gevonden. We hebben ook nog een brief gevonden. Oh, hier staat het dus anders. Kunnen we dit niet inzoomen of iets? We kunnen in ieder geval de videoband erin doen. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire?
How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Okay. Wat is dit dan? Oh, dat kon ik ook gewoon meenemen. Waarschijnlijk wellicht dat ik dat ergens voor kan gebruiken. Okay. Het ziet er in ieder geval wel een beetje creepy uit. Ik vraag me ook af, zeg maar, of dit een beetje hetzelfde gaat zijn als in de vorige game. Dat je eerst heel lang bezig bent en op onderzoek uitgaat. Of hier komt misschien wel iets eerder al een jumpscare of iets engs. Oh! Dat is Poppy. I was just trying to get the power back on. Here. Oh, damn. Nou, ik weet nou niet of zij goed is of slecht. Niet verklappen hoor, voor degene die dat weet. We moeten dus die wires attachen. Ik weet alleen niet of... Maar hij hoort, deze hoort ook. Ja, ik wil net zeggen, deze hoort ook aan te gaan. Oké, hij werkt nu. Mijn pop ging serieus klappen. Ik wil je bedanken voor freeing me. Ik was stuck in there for so long. Thank you. I'd like to pay you back. There's a train station nearby. It needs a coat. And I have it. We're gonna get out of here. Oké. Omdat ik denk dat dit... Oké. Ik denk dat dat een soort van tip was, zeg maar. Alleen ik weet nog steeds niet hoe ik deze normaal recht neer kan zetten. Maar ik ging natuurlijk kijken waar zij naartoe ging. Hou op hoor. Ik moest dus wel daar naartoe. Dus ik moest dezelfde weg gebruiken die ik net had gebruikt. Hey, I'm up here. I see you. I should be able to follow you through the fence. This way. Ja. Moet ik... Kan ik... Ik kan hier toch niet in, though? Volgens mij moet ik hem... Ja, kijk. Ik moet denk ik zo lopen. En anders probeer ik deze wel eventjes uit. Oké, we weten nu in ieder geval dat we... Oké. Ik moet daar nog even aan wennen, jongens. Misschien dat ik eerst, voordat ik loslaat, wat meer vaart moet maken, zeg maar, weet je wel. Normaal als je over de schommel gaat, weet je wel, dat je dan meerdere keren schommelt. Ja, hier snap je dat je dan hoger gaat. Ik moest dat eventjes de link leggen. Oké, daar hebben we weer zo'n... Iemand hier die hier verstopt zit? Nee, niks. A busy bee, that's me. Dat is wel schattig, though. Listen, I'm going to need you to trust me. Okay. Poppy is down. I repeat, Poppy is down. Shit. Moet ik... zal ik ook naar beneden springen? Ja, daar pas ik gewoon niet in.
Dit is allemaal nog dicht. Ik zie ook niet iets van een puzzel. Want meestal als je iets moet ontrafelen of ontcijferen, dan is iets gekleurd, zeg maar. YOLO. Daar is de game station. Oké, we moeten weer power attachen. Hebben we nog meer die we aan moeten zetten? Even kijken, welke is 1? Dat is 1. Oké. Lol, is die nu korter of leek het maar zo? Hij liet hem los. Oké, wacht. Misschien moet ik dit proberen. Wacht. Ik weet niet of dat hem uiteindelijk tegengehouden gaat houden. Maar als ik dit misschien... Misschien dat hij daarmee iets afbreekt. Want dan... Ja, oké, wacht. Ik ga het anders proberen. Misschien dat hij die lijn afbreekt. Want hij komt nu niet daar langs, toch? Als het goed is... Ja, oké. Dan moet ik alleen via deze kant er waarschijnlijk langs, denk ik. Oh. Oké, nice. Hè, dat ik daar niet eerder over nadacht. Dat was natuurlijk niet voor niks. Ja, dat had natuurlijk niet voor niks zo'n opvallende kleur, denk ik dan. Oké, maar als het goed is, werkt de stroom weer van deze kamer. Oh. Oké. Oh. Kijk, hier wordt het ons makkelijk gemaakt. We kunnen gewoon die kant uitgaan. Alleen, dat is natuurlijk wel leuker en creepier. Oh, hier heb ik alleen mijn rode hand voor nodig. Oh nee! 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 Jongens, nee! Ik ga weer dood! Ik kan nergens heen! Ik word weer gepakt. Ze heeft mijn hand, of niet? Dat is ook niet de goeie. The game station is still working. It will be just like old times. Kan ik hier niet uit? If you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. You're going to have so much fun. Head to musical memory and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Oké, het was gewoon een introductie. Maar... Dankjewel. Dankjewel. Het was alleen een introductie. Alleen nu heb ik mijn rechterhand niet, jongens. Ik dacht heel even dat het Huggy was. Dit is de hele Playtime familie. Maar die zullen we dan ook nog wel wat tegenkomen. Oh, is dit die trein? Oh, dit is Playtime. Dit is de game station. Hier kan je dus spelen. Oké.
Het is wel ook echt super stil, hè? Het is oprecht heel erg stil. Oh, wacht, ik kan hem activeren, maar... Ik heb geen groen handje. Ik denk dat ik misschien een nieuwe hand kan vinden. Strong and smart you are. Follow Mommy Long Legs down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Oké, als het goed is, moeten we 3 verschillende minigames spelen, denk ik. Die staat in ieder geval aan. Ik weet niet of ik die andere kan activeren, maar we moeten een muziekgeheugen memory game spelen. Die is in ieder geval dicht, dus we moeten hier in ieder geval blijven. Was te mooi en te makkelijk om waar te zijn. Oh, hier, music memory. Oh god, hier moeten we naartoe, jongens. Maar dan komt ze toch hier naartoe. Dan denk ik dat elk moment wat gaat gebeuren. Oké. Deze deur, sowieso even checken. Oké, die is op slot. Ook. Hier hebben we weer een trapje. Meestal kunnen we dan ergens langs of ergens naartoe gaan. Oké. Nou, we zullen het in ieder geval zien. Oké, music memory. Oh god, deze moeten we activeren. Ik kan deze niet eens activeren. Jawel. We hebben weer een videorecorder die we kunnen afspelen. Dat kan gelijk hier. Je ziet, shoot green power out. Ik zie wel dat we die groene hand nu nodig hebben, want ze zijn die rode kwijt. Die heeft die mommy long legs net gepakt. Electric charge lasts after 10 seconds, charge runs out. Oh. En hoe lang duurt het voordat hij dan weer terugkomt? Dat is wel handig om te weten. 10 seconden lang. Oké, dus het is tijdelijk dat hij werkt. Lack of a cushion may result in an injury. Oké, dus je moet ook nog snel zijn. Oei. Heeft het waterlogo. Het klinkt alsof iets gaat gebeuren. Is hij nu iets aan het maken of lijkt het maar zo? Ik denk dat hij niet wil connecten. Ja. Want hij wil niet verder gaan. Nu zal hij het wel doen. Oh, ik denk dat dat een mal is waar die uiteindelijk in gemaakt wordt, mijn hand. Dit is dan waarschijnlijk de vorm. Kijk, er wordt dan daarin... Oh, daar is waarschijnlijk ook iets wat niet helemaal goed gaat. Wat is hier aan de hand, jongens? Wat gaat hier niet goed? Ik weet niet wat daar gebeurt, maar laat ik heel even kijken. Ik hoop niet dat het hokje dicht gaat. Ik schrik me dood, holy shit. Wacht. Moet ik iets boven veranderen? Het zal wel. Misschien dat ik iets van boven wel kan veranderen wat ik onder niet kan. Hier. Oké.
denk dat ik dat moest doen. Oké, dan hebben we deze als het goed is ook. Kijk, want nu giet hij ze in. Oké. Oké, ja. Hoe kan ik deze pakken? Gewoon E, denk ik. Dit is, als het goed is, dit de groene energie. Groene stroom. Maakt uiteindelijk iets, zet iets open, maar het werkt voor 10 seconden. Of ik heb hem nu, of ik heb mijn hand nu stroom gegeven en is dat nu voor 10 seconden. Als het binnen 10 seconden weg is, dan weten we in ieder geval genoeg. Ja, oké. Je moet hem dus een soort van chargen. Om hem te kunnen gebruiken, heb ik het idee. Ik denk toch dat het dit is, jongens. Dat ik daar iets mee moet doen. Ja. Okay, soms is het niet, moet je niet zo moeilijk nadenken, denk ik. Kan ik hier eigenlijk langs gaan? I know when your birthday is. June 28. Toevallig iemand juni 28 jaar. Dit is een plek waar jij gewoon weet dat iets gaat gebeuren. Oh, die komt naar mij toe. Waarschijnlijk dat hij met dat ding gaat klappen. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. Okay, shit. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. Okay, this is just the music memory. The test will become more difficult as it continues. Okay, we need to with longer patterns in Bunzo. Quicker succession. That's all. Okay, shit. Hij komt dus naar mij toe als ik iets verkeerds doe. Maar waar zijn de buttons? Het zal straks wel gewoon hier in mijn scherm zijn. Waar moet ik kijken? Amazing. Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo is. Kunnen we beginnen? Want hij komt nu al naar me toe. It's such a long time since what the fuck, jongens? To cheer. Hallo, jongens. Oh, that's the dinner bell. Good luck. Shit. Oké, gaat weer terug naar boven. Dat scheelt. Oké, nu moet ik een music memory red doen. Oh, rood. Red, red. Red, red. Yellow. Red, red. Yellow, blue. Red, red. Yellow, blue. Yellow. Oh shit, ronde 2. Blue. Blue, yellow. Blue, yellow, blue. Yellow, blue. Blue, yellow, blue, blue. Blue, yellow, blue, blue, blue. Blue, yellow, blue, blue, blue. Blue, yellow, blue, blue, blue.
fuck. Blue, yellow, blue, 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 violet. Ik dacht al dat hij ergens moest staan. Jongens, je moet alles napraten omdat je dan in je hoofd een herinnering aanmaakt gelijk. Red. Red, green. Red, green, zodat je het makkelijk omhoudt. Red, green, white. Red, green, white. Red, green, white, orange. Red, green, white, orange. Red, green, white, orange. Red, green, white, orange, orange. Red, green, white, orange, blue. Red, green, white, orange, orange, blue. Round four. Nog een keer. Blue. Blue. Blue, Jay. Blue, red. Wat? Blue, Jay. Wacht, wat? Oh, Jay! Fuck, fuck, I fuck it up. Moet ik de kleur op wat hij zegt doen? Ja, ik ga dood omdat ik niet weet wat hij moet doen. Er zat ook een addertje onder het gras. Nee, ik moet de kleur denk ik doen. Blue, rain, orange. Blue J is het. Hij gaat me pakken. Ah! Holy shit. Je raakt er helemaal paniekje van. Oké, okay, we doen dit even opnieuw. Oh, damn. Ja, ik weet nou niet. Ik weet niet, jongens. Ik. Ja, ik wist. Ik denk dat ik wat ik zie moet doen. Ik moet klikken wat ik zie. Staan. Niet wat. Hier, zoals nu J. J hart. J hart yellow. Oké, okay, wacht, we testen dit. J hart yellow. Oké, oké. J hart yellow by. Oké, oké. J hart yellow by. P. J hart yellow by hart. J hart yellow by heart. Oh, hè? Round by. Wat? Nee! Nog een ronde. Okay, dat ging eventjes ook mij te boven. Oh, it broke. That's no fun. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Oh. Take it. That was her hand. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. Huh? What the fuck gebeurt er? Ik ben opeens beneden. Ik wilde naar boven gaan. Ik donder opeens naar beneden. Wat is dit? Oké. Okay. Geen andere manier. Ik vraag me af of ik nu kan crouchen. Ja, oké. Okay. Ik moet hier wel langs gaan. Maar zelfs als zij hier door die buis of zo, zelfs als ze hier doorheen zou komen, het ventilatiesysteem. Zij kan mij gewoon met één arm gewoon helemaal naar de andere kant trekken. Nee, ik heb een groene hand die ik kan chargen. Ik heb het idee of zo dat er wat gaat gebeuren. Oh, damn, dit is super leuk. Dit is een speelgoedwinkel. Een opslag van speelgoed. Kan ik gewoon naar beneden? Ja, oké. Okay. Oké. Wanna hear a dino joke? Click one for the question.
Click again for the punchline. Damage. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat ik had gekregen. Ik had natuurlijk een item gekregen. Playtime Co. Train Access Instructions. Hoedje. He really poops. Sir poop a lot. Try me. Was het wel jammer als hij wat deed. Was wel grappig geweest als hij iets ging doen. Gewoon een beetje alles een beetje checken. Tot nu toe, ik vind haar, weet je, ik vind haar ook niet zo angstaanjagend. Maar ze heeft me natuurlijk ook nog niet achterna gezeten. Ik krijg een beetje de vibe dat zij. Dat zij eerst speelt of zo met haar slachtoffer en dan. Snap je wat ik bedoel? Net zoals de Black Widow die spin doet. Die speelt eerst met haar prooi. Of die heeft daar eerst gemeenschap mee, die spin. En dan daarna eet ze hem op. Doet deze het al als ik die aanzet? Is er iets gebeurd? We kunnen in ieder geval onze hand hier chargen. Die deuren gaan dan waarschijnlijk open. Oeh. Oh, en dit platform moet waarschijnlijk straks naar boven, denk ik. Alleen hier kunnen we dus iets chargen, maar dan moeten we alleen weten waarvoor we hem kunnen gebruiken. Hebben we ergens iets gezien waar wat stroom nodig heeft? Misschien om een schakelaar of iets te openen of iets specifieks aan te zetten. Ik heb natuurlijk niet heel lang de tijd. Wacht, daar denk ik. Oké. Ik denk dat ik het weet, jongens. Ik heb 10 seconden de tijd. En het is ook waarschijnlijk voor een bepaalde tijd. Ik weet niet of ik hem ook echt 10 seconden vast moet houden. Dat denk ik niet. Oké, dan moet ik snel zijn. Sneller dan dit kan ik niet. Soms activeert hij iets voor langer. En soms voor maar een bepaalde tijd. Wacht, moet ik hier misschien... Moet ik zelf gegeven worden? Oké. Ik hoop niet dat het maar voor 10 seconden is. Zou ik dit speeltje moeten pakken? Kan ik dit niet duwen? Oh, pak. Hand terug. Oké, kijk. Pakt hij het nu? Ja, oké. Ik denk dat het goed is. Fuck. Misschien dat ik hem deze kant op moet halen, dat hij hem loslaat. Oh ja, nice. Oké, ik dacht al, anders dan staat hij daar weer op. Ik kan er ook niet... Kan die dinges niet hier naartoe? Waarschijnlijk pakt hij hem dan net niet op. Ik kan het proberen, maar het lijkt me iets te... Dan moet ik hem helemaal daarheen halen. Het zou op zich ook nog wel logisch kunnen zijn. Moet hij hem bij zijn kont pakken? Oh, oké, komt toch verder dan ik dacht, jongens. Nice. Oké, dan moet ik snel zijn. Oh, damn. Zweeft hij nou? Of staat hij op een prefab? Oh, hij staat letterlijk op een prefab. Dat is ook knap. Als dit het dan is en hij nu helemaal naar boven gaat, waardoor we hier komen, dan... Oh my fucking god. Oké, misschien dat dan die recorder hier uiteindelijk nog ligt. Maar naar boven kunnen we in ieder geval niet. Maar het scheelt wel. We zijn in ieder geval iets verder. Ik dacht denk ik de moeilijke na. Oké, 2. Waar is 1 dan? Dit is 1. Oké, jongens, we moeten weer connecten. Wacht, misschien... Doet deze het niet of doet hij het dan pas? Ik kan daar namelijk niet gelijk op springen. Wat is het? Dat doet niks.
stem. Als hij waarschijnlijk straks naar beneden gaat, dan connect hij niet meer. Groene stroom is tijdelijk, toch? Of ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt. Ja, zie je? Kijk. Hij gaat nu, omdat hij hier stroom op zet, ik heb niks geattached, zeg maar. Snap je? Wat ik misschien wel kan proberen, is nu loslaten. En deze pakken. Dan heeft hij... Oh, kijk jongens. Oh my god. Het lijkt alsof je de game kent. Nee, het is voor het eerst dat ik het vannacht speelde. Ik probeer gewoon een beetje logisch na te denken. En meestal staat er ook wel ergens iets aangegeven. Zoals bijvoorbeeld... Meestal, als je best wel veel games hebt gespeeld, is het natuurlijk ook een puzzle game. Meestal accentueren ze iets. Of als je iets moet hebben, is het ook een specifieke kleur. Nee, het is ook... Het is, ja... Het is meer... Het is puzzle horror. Maar dat horror gedeelte komt denk ik nog wel. Oh. Maar nu zijn we hier weer. De kinderen op de BSO bij jou spelen. Ik denk niet dat ze dit op de PC spelen. Ik denk dat ze de game op de mobiel spelen. Ik denk dat dat gewoon net even iets anders is. Wow, you did fantastic. Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you. Thanks, Mommy. I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Waggo Waggy. Head downstairs and have fun. Waggo Waggy. Head downstairs. Waggo Waggy. Oh, een soort van mol slaan of zo lijkt het op. Daar leek het op tenminste. Komt er straks opeens een echte. Out, hit it with your grab pack. That's all. Okay. Good luck. Nou, tot ziens, goeie avond. Okay. The toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Ik, Oh, what the fuck? Ze kunnen natuurlijk dichterbij komen. Maar ik zie het niet goed. Oh, ze kunnen mij... Wij dachten dat ze mij straks kunnen grijpen. Oh my god, ik hoor overal geluiden. Holy shit, wat eng. Ik hoor ze ook overal. Volgens mij zit eentje ergens op de loer. Ze gaan op die muren staan. Jongens. Besef even dat dit ook lastig is. Ik misklik hem de hele tijd. Oh my god, mijn brightness mag wel omhoog. Hoe lang gaat dit nog door? Ik hoor ergens iemand. Fucking hell. In mijn rug hoor ik iemand. Ah! Oh! Holy shit! Oh!
vaak moet ik hem klikken? Dat zijn allemaal miskliks. Damn, ze komen allemaal te dichtbij. Ik weet niet meer waar ik me op moet focussen. Nou, ik denk niet dat de kinderen jouw speeldinges dit spelen, Lot, om heel eerlijk te zijn. Die willen gelijk nooit meer naar school. Fuck, waar? Oké, we hebben 2 van de 3 minigames overleefd. Nee, want als je dan dit doet... Ja, misschien dat dat ook had gekund, maar... Dan moet je ze individueel allebei loslaten. Maar jij ziet maar, ik ben een vrouw, kan het gewoon met 1 hand. Ik weet niet of je echt met 2 handen moest doen, jongens. Want ik denk dat ik dan juist in de knoop zou raken. Oké, wow. Ja, dit kan ik gewoon te voet. Ja, toch wel. Toch wel? Oké, daar kan ik mijn handen chargen. Dus ik moet eerst die obstakel daar weg krijgen. Is dat Huggy? Jongens. Dat is die roze ervan. Nee. Hij gaat die hendel openmaken. Ik wil dit niet weer. Fuck, waar moet ik naartoe? Er gaat iets. Gaat die andere open? Gaat deze nu open? Nee, jongens. Ik word straks weer gegrepen. Ik weet het zeker. Huh? Oh, is die nou echt weg? Ik denk dat hij weg was. Het was even een kleine introductie. Oké, en dit karretje moet dat obstakel daar kapot maken. Moet ik alleen zelf... Kan ik hier aan de zijkant ergens staan? Ja, oké. Oké, komt-ie. Bijna. Oh, daar gaat-ie. Oké. Maar iets te donker om daar voor de fun even naartoe te gaan. Oké, hè, jongens, het is ons gelukt. Ja, ik zag toen ik naar die vormen keek, toen dacht ik van... Oh, wacht, dat is ook zo'n... hoe moet je zeggen? Dat is ook zo'n oplaadpunt, zeg maar. Toen ik dat eenmaal door had, toen dacht ik van... Dan moet je ze als het goed is ook allebei tegelijkertijd activeren. Dus het is soms even logisch nadenken.
Volgens mij kom ik nu... Ja, ik ben nu weer bij de trein. Bij de trein. Dat is de laatste minigame, in ieder geval. Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game, statues. Ja, dat is deze. Down the stairs one last time. Follow mommy down the stairs. Stay at the game station. See you next time. Oké. Het is nog geen kleurrijke minigame die we kunnen spelen. Wat is dit? Kan je iets maken? Het heet de statues. Ik weet wel dat we twee statues hebben. Caterpillar or Bug? Dit is sowieso dezelfde stemacteur. Omdat de stemmen lijken heel erg op elkaar van die Buggy en die andere. Oké. Ik zit even te kijken hoor. Oké, kan ik? Ik kijk heel even. Mezelf omhoog takelen. En daar, een wire pakken. Stond daar een getal bij? Daar moet ik die wire vandaan pakken. Maar daar is er ook één. Dan moet ik even kijken welke dat is. Of kan ik... Wacht. Dan kan ik mezelf nog niet aan vastpakken. Oké, ik zet een stroom op die wire aan de bovenkant. En vanuit waar ik daar kijk, dit is 2. Ik moet 1 hebben. Alleen ik heb ook mijn hand nodig om te klimmen. Ik snap het niet, jongens. Ik verbind hem letterlijk met elkaar. Dat is ook letterlijk wat de bedoeling was. Maar deze, ja. Wat is het verschil met die als ik deze even stop te connecten? Maar de deur staat al open voor als iemand wil komen. Ik denk om heel eerlijk te zijn nog niet dat er nu wat gaat gebeuren. Omdat dit minigame 3 is als het goed is. Want dan play een spelletje. To statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. Oké. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. Other words, I was the lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. It was always so sad to see the kids go. They called me Mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they come for games and never come back. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. Ze klinkt als jammerende Jenny van Harry Potter. Die hond, jongen. Oké. Rood, geel, rood, blauw. Waarom die hond komt? Mag het licht uit?
Hallo, hij blijft doorlopen. Jongens, rood, geel, rood, blauw. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Nee, hij kon me pakken. Ah! Oh my god, dit is niet prettig, jongens. Waar gaat hij naartoe? Nee, hij staat straks opeens naast me. Waarom zie ik nergens rood, geel, rood, blauw? Er moet toch iets gebeuren? Ik denk dat ik door moet, of niet? Ja. Ja, maar ik wil hier niet in. Oké, jongens, we hebben... Oh, wacht, ik mag niet lopen. Easy, medium en hard. Waarvoor gaan we? We gaan voor hard. Ah! Oh! What the fuck gebeurde er? Wat gebeurde er? Fuck jongens, ik ga dood, want ik weet niet waar ik nu naartoe moet. Sta ik vast. Ik weet niet waar hij naartoe gaat, maar hij is hieronder of zo. Ik zie ook nergens iets waar ik me aan vast... Wacht eens even... Daar moet ik me aan vasthouden. Denk ik. Ah! Oh, jongens. En volgens mij moest ik me daar de boel vasthouden. Dit is echt creepy. Oké, dan voel ik mezelf eigenlijk wel een beetje dom dat ik dat net niet zag dan. Ik dacht heel veel dat mijn hart een keer ging. What the fuck? Mommy family, oké? Ze hadden een familie. Nou, mami mag eventjes in de eentje tijd doorbrengen. Moederdag. Oh, donker. Ik ben bang als ik straks een kant uit ga. Rotate top 90 degrees, rotate bottom 90 degrees. Keep our company secure.
dit dus om verder te kunnen komen. Dan heb je nog die rode schakelaar en die moet weer de andere kant uit, lijkt. Oh, dus ik moet gewoon hier naartoe. God. Zie je, het is soms gewoon, ik denk te ver na of zo. Maar ja, dat moet je natuurlijk net weten. Oké. Okay. Blijkbaar zitten we helemaal moeilijk te doen. Voor niks. Oké. Okay. We kunnen naar links of we kunnen naar rechts. Ik denk dat we naar links moesten, maar... Oh my fucking hell. Dit was een generale repetitie inderdaad. Weet je wel, even kijken of het wel werkt. Weet je. Ik moet ook zeggen, ik ben een beetje moe hoor. Ik heb straks wel wat energie nodig. Ik moet alleen straks heel even snel. Fuck. Ik klikte met mijn rechterhand, maar die greep niet. Ik denk dat die nog niet helemaal uit de animatie was. Kijk zo dus. Wat is er voor nu eigenlijk aangegaan of open gegaan? Deze deur? Filmpje checken. Gaan we. Na de film laat ik heel snel Styles voorplassen hoor. The following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged... Dat was een lange vinger. Very, very big spider crawling around in the facility. Hier zijn we, hier hebben we denk ik wel gedaan wat we moesten doen, lijkt me. Ik ga heel even terug naar de andere kant hoor. Oké. Okay. Blijkbaar was dat niet helemaal de bedoeling. Maar... Holy shit! Ik kan geen kant uit. Ik ga... Ik heb niet gecheat. Holy shit. One last game. Ja, ze gaat me... It's called hide and seek. 10, 9. Fuck. Fuck. Dit moest gebeuren. 5, 4, 3, 2. Laat ze me nou zoeken. Alleen wacht hier bij misschien wat aan. Als daar iets. Keep all parts of yourself and crap back away from any other machine. Oh, misschien is dit een tip om haar straks tussen een machine te gooien. Of niet. Is er geen luchtsluis of ergens een opening ergens achter waar we in kunnen? Dat ergens gewoon iets verstopt. Oh my goodness. Je moet goed kijken. Joshua, welkom. Je bedoelt die vinger zo. Of iets weet ik het.
Oké, okay. We komen haar straks sowieso nog een keer tegen. Nog een... Want dan is ze mij weer... Dan heeft ze me weer gevonden. Moet wel spannend blijven natuurlijk. Okay. Yo. Moet ik? Ik weet niet of dat echt de bedoeling was, maar ik zat vast. Emergency exit. I was stuck. Er staat geen stroom op. Mommy knows best. Okay. Ja. Zou hier iets mee te maken hebben? Staat er inderdaad nog niet stroom op verder. Ik moet wel zeggen dat deze wel iets lastiger is dan voorheen. Rood, blauw, groen, geel. Rood, blauw, groen, geel. Als het nu wel werkt. Dit is ook wel zo'n plek waar opeens ze komt. Nee jongens, ik vind het niet fijn. Fuck, ik weet niet hoe ik die weg krijg. Fuck, ik kan er niet langs. Oh my god, ik moet dat ding. Dit is afgesloten. Daar kan ik dan niet langs. Dus ik moet iets doen. Of ik moet hier naar boven hangen. Dan weet ze me waarschijnlijk niet te vinden. Zal ik dat proberen, jongens? Ja, dat is. Ja, dat ga ik proberen. Dan hou ik me daar aan vast. Where you at, bitch? Where you at? Dus, ja. Nu al. Oh shit, fucking hell. Dit is eng. Snappen jullie dat dit eng is, jongens? Blijf hier hangen. Het is spannend als iemand achter je aankomt. Oké, ik kan niet meer terug, dus ik moet hier wel weer opnieuw naartoe. Oké. Mommy says fire. Be careful around fire. We hebben weer een grijper. We hebben een item. Kunnen we hier op zetten? Onze. Ja. Ik heb zo'n draaiwiel die ik daarop kan zetten. Maar wellicht dat ik eerst nog iets anders moet doen of aanzetten. Oh. Ah. Kijk. Ja, I know, Rick.
verschuiven, dat is ook niet realistisch. Nee, die blijft daar toch zitten. We hebben een stap overgeslagen, denk ik. Of hè? Nee. Oké. Okay. Alleen moet er nog eentje. Klok, die doet het al. Oké, hier is een deur open gaan. Hier hoeven we denk ik nog niks te doen. Oké. Oh my god. Nee jongens, ik vind het niet fijn. Ik kan hier ook niet naartoe. Ik kan nergens naartoe jongens. Nee! Oh, jongens, waarschijnlijk moet ik... Oh, wat ik moet doen. Ik moet waarschijnlijk het vuur aanzetten. Ja, oké. Okay. Zij is van plastic. Waar is ze nu dan? Is ze nu weg? Was dit het? Ze is er wel. Ze is wel weg. Het zijn afleidingsmomenten. Godverdorie, laat me eens met rust. Oh my god, een lange hand. Oh, nu kan ik hier niet meer langs. Dat is die klauwhand van haar. Cool, ik heb daar al best wel wat tijd verloren. Eerder geluisterd. Fuck jongens. Damn, dat was een hoop bespaard. Yo, Mark, goedenavond. Good evening. Oh my god. Oh my god. Holy shit! Ik ben het niet fijn. Oh, haar hand zit in dat ding. Holy shit! Oh, damn. Sorry jongens, ik raak me helemaal paniek. Ik maak haar dood. Lekker voor je, bitch. Ik dacht dat ik in een hoekje gedreven was. Shit. Net zoals mijn poosje, dat zei ik toch? Wat, het is dus wel een spin in de fabriek. Oké. Okay. Er was dus wel echt ook een spin in de fabriek. Ja, ik dacht... Ik dacht inderdaad dat ik met haar opgesloten was. Oh, hè? Ik ben hier weer terug. Nee, chapter 3. Nee, chapter 1, 2 is genoeg.
train. We need to leave. Okay. En waar is de stroom voor mij om de trein te laten rijden? Of heb ik geen elektriciteit nodig? Gewoon dit. Oké. Nu cancelt hij ze allemaal. Thanks, Jet. Uiteraard doet deze het niet. Nee. Dan kun je dit aanzetten. Oh, is dat een noodrem? Ik denk dat het een noodrem is. Gaan we rijden? There we go. Dikke huivering. Maar waarom denk ik? Ik denk dat ik die noodrem moet gebruiken straks, jongens. Ik denk dat er nog een addertje onder het gras zit of zo. Ik denk dat Poppy. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. Ze wilt mij hier houden. Right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What is... Wat was dat? Ze wilt mij niet laten gaan. Maar deze trein gaat volgens mij door de hele fabriek heen. Oh. We gaan steeds sneller. Ik denk dat ik aan de nooddinges moet trekken. Milan, dankjewel voor de follow. Ja, ik kan hem niet stoppen. Ik zit helemaal met mijn vinger al mijn kracht op mijn dingen te zetten. Oh. Damn. Wow. Damn. Oké, chapter 2. Dit was chapter 2. Dus er komt een chapter 3 aan.